Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Goudkoorts, een initiatief van Gold Republic. Mijn naam is Bart Brands, ik ben de edelmetaalspecialist bij Gold Republic. En ja, ik heb twee korte mededelingen. Allereerst heb je de uitzending van Goudkoorts gasten van afgelopen zondag nog niet gezien. Boris van der Ven en ik gaan daar in gesprek. En ja, het is denk ik een heel mooi en vooral ook positief gesprek geworden. Het gaat heel veel over Bitcoin. En ik heb ook een paar hele leuke reacties al voorbij zien komen. Dus dank natuurlijk aan iedereen die heeft gekeken en ook heeft gereageerd. Heb je het nog niet gezien? Kijk natuurlijk even terug. Kijk ook aanstaande zondag weer naar Goudkoorts gasten. Want daar heb ik een vervolggesprek met Pim van Rijswijk. Pim heeft nogal wat reacties losgekregen bij de kijker. Want het gaat, en dat ging dan specifiek over dat stukje over onderwaterhypotheken. Nou, ik denk dat iedereen die heeft gereageerd sowieso even moet kijken aanstaande zondag om 7 uur. Ja, wil je daar eventueel een notificatie van krijgen, klik even op die bel. Pim heeft bewijs meegenomen. Dus dat is alles wat ik erover zeg. Ik denk dat het ook goed is om in ieder geval daar niet te veel al over te verklappen. Maar ik denk wel dat het heel goed is om te kijken. Dus doe dat aanstaande zondag 7 uur op het YouTube-kanaal van Gold Republic natuurlijk. Nou, waar gaat het vandaag over? Ja, ik zou willen zeggen overkoepelend dat de soft landing die ons is beloofd door centrale bankiers, ja, dat toch een hele harde crash gaat worden waarschijnlijk. En ik hoef dan niet ver terug te kijken. Ik denk dat een heel mooi voorbeeld, misschien wel het beste voorbeeld is, de soft landings die ons eerder zijn beloofd. En ja, de meest recente is, dan hoeven we niet heel ver terug. Dan gaan we terug naar 2007. De kredietcrisis, de Great Recession, kondigt zich aan. En wat zeggen centrale bankiers wereldwijd, maar natuurlijk vooral Ben Bernanke, de voorzitter van de Federal Reserve in de Verenigde Staten. Wat geeft hij aan? Nou ja, we zien wel wat problemen, maar wij koersen af op een soft landing. Ook niet de eerste keer hoor dat centrale bankiers dat hebben gedaan. Ook eerder is soft landing gebruikt en ook eerder bleek het geen soft landing. Want wat zagen we in ieder geval tijdens de Great Recession? Ja, een keiharde crash. Zijn momenten waarop het hele financiële systeem aan het wankelen was en overheden met honderden miljarden moesten bijspringen om dat financiële systeem, ja, te stutten met natuurlijk het printen van geweldig ondenkbare hoeveelheden valuta. Daarmee ja, de monetaire toekomst in ieder geval saboterend en ook ten dode opschrijvend. Want ja, we hebben dat toen nog kunnen, een beetje kunnen stutten. En we hebben toen die dam nog hier en daar even een klein beetje kunnen maken, kunnen repareren. Maar achter die dam wacht ons een vloedgolf aan goedkope valuta, aan schulden en aan fundamenteel ook een monetair systeem dat stuk is. Ja, en ik heb dan toch een aantal voorbeelden. Ik denk dat dat leuk is om en interessant is om toch even te benoemen. Allereerst het Centraal Planbureau. Het Centraal Planbureau heeft namelijk een open deur ingetrapt. En dat gaat over de coronagelden. Nou, wat is er gebeurd? Allereerst heel leuk, denk ik toch ook goed om even te noemen. Uit onderzoek blijkt nu dat de Department of Energy, maar ook de FBI in de Verenigde Staten, komen nu tot de conclusie, hoogstwaarschijnlijk laboratoriumlek. Iets wat ikzelf, maar ik denk ook heel veel van jullie, door het simpelweg toepassen van logisch nadenken heeft kunnen concluderen, misschien al jaren geleden. Als je een virus, als er ergens een virus losbreekt en er wordt geclaimd, is op een vismarkt losgebroken en dat virus is een coronavirus en er zit op een kilometer afstand van die vismarkt zit een laboratorium waar coronavirussen worden onderzocht, gemaakt, gemanipuleerd, ja, dan kan je wel eens kijken, ja, komen coronavirussen onder vissen voor? Nee? Oh, nou ja, dan zal het wel het laboratorium zijn geweest. Springen die coronavirussen makkelijk van een vis naar een mens? Nee? Nou, dan zal het wel dat laboratorium zijn geweest. 2,5 jaar lang
werd je voor gek verklaard, direct uitgesloten uit welke discussie dan ook op het moment dat je aangaf. Nou, misschien komt het wel bij dat laboratorium vandaan. En nu, na drie jaar nadat de hele wereld in een enorme, desastreuze situatie terecht is gekomen, miljoenen mensen zijn omgekomen, duizenden miljarden euro's zijn bijgedrukt, miljarden mensen in hun huis zijn opgesloten, we aan allerlei hele heftige, draconische maatregelen zijn onderworpen, blijkt, nou, komt uit een laboratorium. Nou, dan is de volgende vraag natuurlijk allereerst. Oké, wie gaat er verantwoording afleggen? En dat hoeft niet per se bijvoorbeeld China te zijn. Want ook de Nederlandse overheid heeft eraan meegewerkt. En ook de Europese, ook binnen de EU werd gezegd, we moeten vooral al die maatregelen nemen. En ook hier is die discussie onderdrukt. En ook in de Verenigde Staten is die discussie onderdrukt. Dus het gaat niet om China moet verantwoording afleggen. We gaan allerlei sancties afkondigen. Die werken toch niet, want daar heb ik straks nog een leuk voorbeeld van. Het gaat erom dat er een systeem is ontstaan waarin die discussie niet mogelijk is. En ook onze overheid en ook eigenlijk alle overheden hebben gezegd, we slaan een pad in en we gaan allerlei maatregelen afkondigen. En we houden vooral die discussie, die mogelijkheden dat het toch anders is, die zorgen gewoon meteen voor dat die discussie wordt platgeslagen en dat daar geen kans voor is. En daar zou je zelfs bijvoorbeeld de media in kunnen betrekken, de mainstream media, die ook inderdaad die discussie altijd heeft afgehouden en heeft gezegd tegen iedereen die het ook maar durfde te opperen, ja, jij hoort er niet meer bij, we sluiten jou direct uit. Nou, ik vind dat toch even goed om dat gezegd te hebben. Dan over dat Centraal Planbureau dat een open deur intrapt. Ja, die coronagelden, die miljarden die ook in Nederland over de bevolking zijn gestrooid en naar bedrijven toe zijn gegaan, waar hebben die het meest geholpen? Ja, met het instand houden van zombiebedrijven. Logisch. Dat lijkt me ontzettend logisch dat als jij een bedrijf hebt, je hebt het al zwaar. Maar daar komt een overheid en die zegt, ja, je hoeft het eigenlijk niet eens aan te tonen. Als jij gewoon bij ons een aanvraag doet, dan sturen we jou honderden duizenden euro's om jouw bedrijfsvoering nog even overeind te houden. En bedrijven die ontzettend gezond waren, daarvan werd gezegd, jij mag niet ondernemen. Wij zeggen nu, jij mag de tent niet openen. Je hebt een goedlopende kroeg of een goedlopende horeca. Je hebt een goedlopende retail winkel. Jij mag de winkel niet open doen. Jij mag je kroeg niet open doen. Je moet dicht. En we vergoeden je daarvoor. En we stellen, weet je wat we ook doen? De belasting, die stellen we even uit. Nou, inmiddels is dat opgelopen tot 19 miljard aan uitgestelde belasting. En heel veel ondernemers die zeggen nu, ja, ik had een goedlopende tent. Ik had een goedlopende organisatie. Maar hierdoor heb ik zo'n ontzettende klap opgelopen, dat ik die klap niet meer, ik kan dat nooit meer inhalen. Ja, die gaan, dat zijn bedrijven die waren gewoon heel erg solide. Die zijn over het randje gejaagd, zijn over de kling gejaagd. Maar er zijn ook heel veel bedrijven geweest die dachten, ja, ik weet eigenlijk dat ik er niet, dat het niet vol te houden is. Ik stond op het punt van faillissement. Maar ik krijg ineens honderden duizenden euro's toegeworpen. Ja, nou, dan ga ik nog maar even door. Dan ga ik nog maar even door. Of ik ga in ieder geval mijn eigen financiële situatie verbeteren. Waarna ik misschien zelf zeg, ik trek de stekker eruit. We zien dat ook heel veel. Het aantal faillissementen, dat is relatief laag. Maar wat we wel zien is dat heel veel bedrijven er zelf voor kiezen om te stoppen. Heel veel bedrijven trekken zelf de stekker eruit. Want zij hebben het idee, ofwel, ik was al niet meer levensvatbaar, dus ik stop. Ofwel, ik heb de afgelopen jaren zulke klappen opgelopen door het beleid van de overheid. Ik zie geen pad voorwaarts waarin ik er goed uitkom. En dus stoppen we ermee.
We gaan dat de komende jaren natuurlijk nog zien. Maar ik vind het natuurlijk een hele logische conclusie dat zombiebedrijven het meest hebben gehad aan die coronasteun. Dus het CPB heeft een mooie open deur ingetrapt. Volgende punt dan. De inflatie. Ja, die proberen we natuurlijk, wij, de monetaire autoriteiten, proberen die inflatie te beteugelen nadat ze die inflatie eerst hebben aangejaagd. Hey, ik vind het toch altijd belangrijk. We moeten niet vergeten wie dit heeft veroorzaakt. Hey, heeft u het veroorzaakt? Heb ik het veroorzaakt? Nee. Wij proberen gewoon ons leven te leiden. Zo goed mogelijk, op een zo goed mogelijke manier. De centrale bankiers, de monetaire autoriteiten, de overheden, die hebben gezegd, nee, wij moeten ontzettend, wij moeten duizenden miljarden euro's bijdrukken. Dollars, euro's, yuan, yen, wat je wilt. Die moeten wij bijdrukken, want anders is ons systeem onhoudbaar. Ik schrijf daarover in mijn boek Chaos zonder goud. Dus waarom dat altijd gebeurt. Corruptie, ambitie. Maar ook nu is dat dus weer het geval. We moeten dat doen. En dat is eigenlijk een erfenis nog vanuit de kredietcrisis. We moeten dat doen om het systeem overeind te houden. Nog eventjes net een jaartje verder door te duwen. En het maakt niet uit wat de gevolgen zijn. Zeggende, en dan kom je natuurlijk met een excuus. Namelijk, we hebben die inflatie nodig. Die moeten we aanjagen. En wat gebeurt er dan? Ja, als jij maar genoeg bijdrukt, dan komt die inflatie, daalt vanzelf neer in de maatschappij. Die inflatie is neergedaald. Vorig jaar 17%. En dan voelen die centrale bankiers zich toch een beetje geroepen om daar wat aan te doen. Nou, dan gaan we de rente maar weer verhogen. Iedereen heeft net een huis gekocht, rente vastgezet. Of zich vol in de aandelen gestort omdat ze dachten, ja, ik krijg toch geen rente meer op mijn spaargeld, dus ga ik maar investeren. Hup, rente omhoog. Aandelenmarkten corrigeren heel hard. Huizenprijzen beginnen te dalen. Wie loopt de schade weer op? U en ik. Maar die monetaire autoriteit dacht, we gaan de rente maar verhogen. Gaan zij daarmee het probleem oplossen? Nou, ik weet niet hoe het bij u zit, maar heel veel beroepsgroepen die hebben daar het afgelopen jaar misschien wel een loonsverhoging van tussen de 5 en de 10% bijgekregen. Die hebben hun kosten enorm zien oplopen en die hebben dat verrekend in de prijs van hun product of dienst. Dat zijn prijsverhogingen die kun je niet meer terugdraaien. Dus het prijsniveau waar we nu zitten, al die prijsverhogingen die zijn doorgevoerd, die worden niet meer omgekeerd. En die prijzen die worden niet verlaagd. Dus het prijspeil dat is hoog en dat blijft hoog. Het kan hooguit zijn dat de prijzen iets minder hard stijgen. Maar wat zien we nu al gebeuren? Dat die inflatie die we zo hard aan het bestrijden zijn. Ja, hè, hard. Als de inflatie 7 is en jij verhoogt de rente naar 4, dan heb je nog steeds inflatie van 3. Dus het verschil is 3. Dus jouw euro neemt nog steeds met 3% harder in waarde af dan dat je erop krijgt. Niet dat je 4% rente krijgt, maar stel het was zo. En die inflatie die loopt weer op. Die inflatie loopt weer op. En je ziet dat. Dus eigenlijk was het bestrijden van die inflatie was een soort dead cat bounce. De vraag is nu, wat gaat er in de toekomst gebeuren? Kunnen centrale bankiers dit volhouden? Nou, wat we nu zien is dat de markt reageert met, ja, de gedachte dat centrale bankiers de rente verder gaan verhogen. En ik zie die kans ook best wel groot. Hey, ik schat die kans vrij groot in dat centrale bankiers toch zeggen van, nou, we gaan dit nog even proberen. Kijken we even iets verder naar de toekomst. Wat gaat er dan gebeuren met die hogere rente? Stel, de Amerikaanse centrale bank, de Fed, verhoogt de rente nog met 1 of 2%. Wat doet dat dan met bijvoorbeeld de verplichtingen op de staatsschuld? Nou, die stijgen ook. Hoe groot is die staatsschuld ook weer? 31,5 biljoen. Wat zijn nu de lasten op die staatsschuld? Alleen de rente. Niet niks, er gaat geen dollar van het bedrag af. Alleen de renteverplichtingen die lopen al in de honderden miljarden. En er zijn heel veel budgettaire onderwerpen die niet krijgen en die niet mogen besteden of kunnen besteden wat alleen de rente op de staatsschuld al kost. Een dergelijke situatie wordt natuurlijk veel erger op het moment dat de rente nog verder stijgt. Een dergelijke situatie doet zich ook voor
in de Europese Unie. Eigenlijk wereldwijd zien we dat die rentelasten op schulden steeds heftiger worden. Nou, en dat geldt voor overheden, dat geldt ook voor u en mij. Als wij schulden aangaan en we nemen bijvoorbeeld flexibele rente, dan zien wij ook onze rentelasten enorm stijgen. En dus ook wordt het dus ook steeds moeilijker om die schulden te financieren. En wat heeft dat tot resultaat? Nou, voor bedrijven is het zo dat zij niet meer door kunnen gaan. En als jouw rentelasten hoger worden dan je opbrengsten, dan moet je ermee stoppen. Dus dat zou kunnen betekenen dat er bedrijven failliet gaan. Wat doen wij op het moment dat we zien dat we meer kwijt zijn dan dat er inkomt bijvoorbeeld? Nou, dan gaan we bezuinigen. Dus we gaan ook minder spulletjes kopen. En dat heeft natuurlijk weer invloed op de economie in bredere zin. Want dan zijn er bedrijven die verkopen minder, die zullen ook moeten afschalen. En dan krijg je een soort vicieuze cirkel waarbij er steeds meer mensen op straat komen te staan. Met andere woorden, die soft landing, waar ook bij deze, ook nu weer over wordt gesproken door de diverse centrale bankiers, dat wordt hoogstwaarschijnlijk ook nu weer een harde crash. En als je dan kijkt naar wat er in 2007 of 2008 het probleem was en hoeveel groter het probleem nu is, dat is niet 10% groter. Nee, dat is orders van groottes is het probleem groter geworden in de afgelopen 15 jaar. En dan zou dus ook betekenen dat de effecten ook veel erger zouden kunnen gaan worden. En nou ja, ik wil natuurlijk het liefst op een positieve manier ook deze aflevering eindigen. Dus ik denk dat ik hier alvast aangeef, moet dat jou ook overkomen? Nou, nee. En er zijn ook mensen die de beste jaren van hun leven op dit moment aan het ervaren zijn. En er zijn ook mensen waar het heel goed mee gaat. En ik hoop dat iedereen die hier naar kijkt, dat het hen ook goed gaat. Dat het jullie allemaal ontzettend goed gaat. En tegelijkertijd is het wel belangrijk om toch ook te kijken, een soort inschatting te maken naar de toekomst toe. En wat dan wel heel positief is, denk ik, is dat je de kennis hebt om in ieder geval een soort analyse te maken voor jezelf. Dus maak die analyse. Is dan de toekomst ook voor jezelf? Nou, zie je daar ook risico's? Bereid je voor. Hè? Ik bedoel, dat kan. Je hebt nog tijd om je voor te bereiden. En ik denk dat dat heel positief is. Maar weet wel, dat laat je in ieder geval niet in de luren leggen. Want die overheid, die monetaire autoriteit, die zeggen gewoon dingen om ons, die eigenlijk altijd in ons nadeel blijken te zijn. In 2008, soft landing. Je hoeft je geen zorgen te maken met die pakketten van hypotheken. Eigenlijk niks mis mee. Misschien een kleine correctie in de huizenmarkt. Wat gebeurde er? Nou, huizen daalden tot wel 40, 50, 60% in sommige gebieden. Mensen, er zijn honderden duizenden mensen het slachtoffer van geworden. Er is een virusje ergens in Wuhan uitgebroken. Komt niet naar Nederland. Kans is heel klein. U hoeft zich daar niet op voor te bereiden. Wereldwijd 7 miljoen doden. Miljarden mensen opgesloten in hun eigen huis en grondrechten ons afgenomen alsof het niks was. En natuurlijk duizenden miljarden aan economische schade. Laat ik nog weg de emotionele schade, de psychische schade die is ontstaan bij miljoenen mensen. Nou, dan, maar wat werd ons gezegd? Geen probleem, dat blijft allemaal in het grote buitenland, hoeven we niet bang voor te zijn. En ook nu wordt gezegd, soft landing gaat economisch hartstikke goed. Natuurlijk, we moeten een paar maatregelen nemen. Maar bereid u zich maar voor. Die huizenprijzen die komen vanzelf, dat komt vanzelf allemaal wel weer goed. En wat zal het resultaat zijn? Nou, als ik zou moeten wedden, dan zou ik altijd wedden op exact het tegenovergestelde van wat die overheden en die monetaire autoriteiten mij proberen wijs te maken. Nou, laatste punt waar ik het over wil hebben, toch ook wel belangrijk. Namelijk Rusland. Het conflict in Oekraïne, heb ik het vorige week ook even over gehad, duurt nu 1 jaar. Verschrikkelijk conflict. Al die mensen die daar zijn omgekomen,
ik hoop nogmaals, ik hoop dat het conflict morgen is afgelopen. En dat vredesbesprekingen daarover beginnen. En niet één conflict eindigt zomaar eventjes met de laatste soldaat die wordt doodgeschoten en dan is er een winnaar. Nee, partijen moeten op een gegeven moment aan tafel. Dus ik hoop dat die partijen zo snel mogelijk aan tafel gaan. Dat gezegd hebbende, in Nederland zijn er een pakket of 6-7 aan sancties afgekondigd tegen Rusland. Wat werd ons beloofd? Wij raken Rusland daarmee keihard, economisch. Als we dat nou maar in groot genoeg verband doen, dan blijft er van de economie van Rusland niets over. Nou ja, klein datapuntje. Olie geëxporteerd door Rusland, vorig jaar en nu. Nou, het is nu gewoon meer. Het is nu meer. In Nederland een paar miljoen energie, een paar miljoen mensen die aan energiearmoede lijden. Prijzen van olie, gas, elektra, wat op sommige momenten wel 10 keer zo duur is geweest. Heel veel mensen die daar ook emotioneel weer door zijn beschadigd, maar vooral financieel door zijn beschadigd. En wat was de gedachte erachter? We moeten dit doen. We moeten dit offer brengen. Want daarmee raken we Rusland economisch keihard. Nou, hebben we Rusland economisch keihard geraakt? Ze exporteren op dit moment meer olie dan een jaar geleden. Dus ja, je zou kunnen zeggen, denk ik toch wel, nee, we hebben Rusland hier niet mee geraakt. Op het moment dat 3/4 van de wereld niet meedoet en wij als beste jongetje van de klas zeggen, ja, maar we gaan voorop lopen. De enige die we daarmee raken, dat is onszelf. We raken alleen onszelf ermee. En ik weet niet of dat de bedoeling is geweest. De belofte was in ieder geval anders. Dus ook hier weer denk ik een goed voorbeeld van hoe overheden, wellicht ook gedreven door andere belangen. Dat wil ik zeker niet. Dat wil ik helemaal niet uitsluiten. Het eigen volk benadelen en uiteindelijk helemaal nul impact hebben gehad op in ieder geval de economische situatie in Rusland. Nou, en dan kom je dus weer tot die conclusie, hè, van hoe kan dit nou gebeuren? En ik heb al een aantal keren hier gezegd, daar zijn twee mogelijkheden. Theoretisch zijn er twee mogelijkheden. Ofwel, enorme incompetentie. Die overheden, die monetaire autoriteiten bestaan echt uit een aantal mensen die zo slecht zijn in waarvoor ze zijn aangenomen of door ons gekozen om te doen wat ze moeten doen. Dat je zou zeggen van nou, kunnen die gasten dan helemaal niks goed doen? Ik hoop dat dat het is. Eigenlijk hoop ik dat dat het is. Want dan kan je op een bepaald moment zeggen van nou, hè, dan veranderen we de mensen die daar zitten en dan gaat het beter. Maar als je dan kijkt hoe lang het eigenlijk al fout gaat, dan dringt zich nog een andere optie op. En dat is optie 2, namelijk dat ze wel weten waar ze mee bezig zijn. En dat het ze eigenlijk niet zoveel uitmaakt wat de effecten daarvan zijn. Omdat er alternatieve belangen. En er zijn gewoon andere belangen. En het zijn niet de belangen van ons die er worden gediend. Maar het zijn de belangen van anderen die worden gediend. En het effect daarvan is dat wij economisch keihard moeten lijden. Goed. Ik laat aan u de conclusie welk van de twee het is. Maar ik vind het toch belangrijk om dit weer even te hebben genoemd. Nou, keer ik heel even kort terug natuurlijk naar dat ik denk dat er na een periode waar we wellicht doorheen moeten, je zou het bijna kunnen zien als een periode van verschoning waar we doorheen moeten. Het moet even zwaar zijn voordat het weer beter wordt. Ook daar schrijf ik in Chaos zonder Goud over. En want stel, we introduceren op een bepaald moment weer een goudstandaard, dan zul je ook zien dat de wereld er economisch en daaruit voortkomend ook moreel en op andere vlakken, dat de wereld er veel beter wordt. En ik denk dat dat een goede boodschap is om mee te eindigen. Omdat het nu misschien even heel zwaar is voor sommigen. Misschien wordt het nog zwaarder. Maar er komt daarna een periode waarin het voor iedereen veel beter wordt. En ik denk dat dat een hele mooie toekomst is om naar uit te kijken. Ja, blijft het belangrijk om je in die tussentijd, als je dat nog niet hebt gedaan, voor te bereiden. Of als je voorbereid bent
in ieder geval ook vrede te hebben en daarin te kunnen berusten dat je voorbereid bent. Heb je het een leuke uitzending gevonden? Like deze video dan natuurlijk even. Ben je nog niet geabonneerd op het YouTube kanaal, maar waardeer je onze content, dan waardeer ik het enorm als je even op die abonneerknop zou willen klikken. Heb je een vraag of een opmerking, kan dat hieronder in de comment section. En dan zien we elkaar bij een volgende aflevering van Goudkoorts.